Het gebeurde in die dagen, ach u weet het vast nog wel. In het jaartal 23 kreeg de omroep zijn bestel. Er kwamen studio's, artiesten en orkesten. En de Avro was de eerste en de beste. Maar jong en onverschrokken, zo dynamisch en vitaal als Corrie Brokken. Dat de Avro zo succesvol werd, dat werd hij door de shows van Pa en Willeke Alberti. Door die gouden stemmen recht uit de Jordaan. Dat de Avro elke andere zorg voorbij hoopt, is te danken aan het spel van Willem Nijholt. Verder was er in die reeks van vele jaren Lisbeth Nisbet, toen nog zulke lange haren. En met Ramse Shaila Laila als kompaan. La 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 la. In het buitenland niets beters, zegt Avro, kom maar hier, voilà, Bart Peters. Maar ik vraag me af, waarom zou ik hier staan? Even dat jij ook programma's willen. Mijn naam is Herman Emmink. Mijn naam is Nant Baert. Mijn naam is Joop Braakhekke. Zijn de rapen nu al gaar. Zoveel films en zoveel series.
Hier is Rush en Dallas en die aan. 75 jaar, 75 jaar. Ja, ja. De straten van Tolen of Tien, daar zag je geen levende ziel. Heel de natie zat thuis, want je zag op de buis Ed Nelson en Brian O'Neill. Mia Ferro getroond met Woody Allen, helaas. De USA, daar maken ze series. Vergeet mijn doosje brief, de Afro brengt een comedy. Ik weet gewoon niet wat ik zie. Het is een fenomeen, mash. Er is er zomaar één mash. Dus wat ik vraag, dat snapt u al misschien. Schaat. Wie heeft die films verkocht aan DVD? 6e heb ik vast het meest gekeken. Onze Avro van de eerste dag een parel. Onze Mies en onze Willem, onze Karel. Wat een prachtprogramma's door de jaren heen. Maar met vroeger zal ik jullie niet vermoeien. Want de Avro kijkt vooruit en dat is het goeie. Elke week opnieuw zit ik me te verheugen. Dan geniet ik van Drommelen tot Dreugen. En bij Ria leef ik mee van top tot been. Dus mijn wens is dat de oude en vertrouwde dit niveau nog jarenlang zal blijven houden. Dat is trouwens niet de wens van mij alleen. Nee, oh nee, dat is de wens van nee, oh nee, dat is de wens van nee, oh nee, dat is de wens van iedereen. Ja, en dat is waar!